Een goede oefening voor de billen en de quadriceps, hamstring, etc. Dat is de stepper. Die kennen heel veel mensen wel. Dat is deze oefening. Makkelijk omhoog en omlaag. Alleen het punt is met mensen die deze oefening nog niet zo vaak hebben gedaan, of mensen die moe worden, is dat ze hun andere been laten helpen met de oefening. Dus ze springen omhoog. En dat is natuurlijk hartstikke zonde van je tijd en energie. En ook nog eens heel inefficiënt, want het linkerbeen en dus ook de linkerbillen, de linkerbilhelft, die zal dus ook veel minder geactiveerd worden. En dat is gezonder voor je tijd en je energie. De onbekende vervangende oefening die ik jullie hiervoor wil laten zien, dat is de step down in plaats van de step up. Dus we beginnen in deze positie. En als we excentrisch teruggaan, dus naar beneden toe, voeren we dit rustig en beheerst uit. En als ik dat doe, dan kan ik mezelf natuurlijk vanzelfsprekend niet meer afzetten. Dus op deze manier span je de billen veel beter aan. Er zijn nog wel twee belangrijke aandachtspunten bij deze oefening. Als wij de oefening uitvoeren, voeren wij deze rustig en gecontroleerd uit. En het tweede ding is dat we onszelf zoveel mogelijk naar achter laten proberen te zakken. Oftewel, mijn lichaam ook recht omlaag. Wat bedoel ik daarmee? Als ik zak, beeld ik mij in dat ik recht naar beneden wil zakken. Dus ik breng mijn billen naar achter, want mijn bovenlichaam zakt recht naar beneden. Wij willen de oefening dus niet op deze manier uit gaan voeren. Het kan best heel makkelijk zijn voor je evenwicht, maar natuurlijk verschrikkelijk slecht voor je knieën en voor andere delen van je lichaam. Heb je nou wat gehad aan deze video? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Dan vind je nog meer van zulke soort video's. En ik zie jullie de volgende keer.